In de laatste overdenking hebben we samen door de Bijbel gebladerd. En hebben we ontdekt dat in Matthäus 18, een heel vers verdwenen is in verschillende Bijbelvertalingen. Niet zomaar een vers. Het was Matthäus 18, vers 11, waar we in de Statenvertaling lezen, want de zoon is mens is gekomen om zalig te maken dat verloren was. In veel andere vertalingen ontbreekt. Het gehele vers. En zo bladerden we ook met elkaar naar handelingen 8. Waar de moorman gedoopt wordt. En we ontdekten daar dat er opnieuw een heel vers verdwenen was. Het vers 37. Waar de moorman zegt. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als antwoord op de vraag die Filippus stelde wat ook helemaal niet in die Bijbel staat. Indien gij ga van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd om gedoopt te worden. Ik heb beloofd met jullie 25 vragen te delen, waardoor we nog meer dingen zullen ontdekken in verschillende Bijbelvertalingen. Jaren geleden heb ik ooit een lezing gehouden, die kun je op mijn kanaal vinden, ook over uh, ongeveer over dit onderwerp, alleen dan vanuit een andere invalshoek. Zoals jullie weten. Is dit wat je nu ziet, onze woning. En in mijn vorige huis, het Huis van Steen, had ik heel veel boeken. En al die boeken hebben we afstand van genomen. Dus toen ik al die boeken uit de kast pakte en allemaal zo door mijn handen liet gaan, heb ik zeg maar afstand genomen. Ik heb een paar boekjes meegenomen. En Een van die boekjes waar mijn aandacht op viel, was dit boekje. Dat heet Het schrijfmes van Joachim. Ik bladerde zo door het boekje dacht, ach ja, nou weet je, laat ik hem meenemen. En terwijl we in de camper aan het reizen waren, heb ik het nog eens rustig doorgelezen. En dacht ik, ja, het is goed om daar eens met elkaar over na te denken. Dit boekje legt heel mooi uit wat het verschil is tussen de Textus Receptus, de Codex Vaticanus en de Codex Sinaiticus. Dat deze boodschap van essentieel belang is, dat zul je merken... Als wij deze studie met elkaar doorgaan. Nou, ik heb dit boekje eigenlijk een beetje als uitgangspunt gebruikt. En ik weet dat er nog veel meer te zeggen is. Ik dank jullie ook voor de toegereikte informatie die ik doorgestuurd gekregen heb. Ik heb nog niet de tijd gekregen om, om alles door te nemen. Maar misschien dat ik nog een volgende studie over dit onderwerp zal houden. Maar nu in eerste instantie uh, willen we met elkaar nadenken over 25 vragen. Veel mensen zullen zeggen: Joh, wat maak je, je toch druk om? De Codex Vaticanus of een Textus Receptus. Wat maakt het uit of je nou een statenvertaling hebt? Of een Bijbel in gewone taal? Of een NBV? Laat ons niet druk maken als de boodschap er maar in staat. Nou, dat is inderdaad een uitspraak die we vaker horen. Een Bijbelvertaling is goed als de boodschap er maar in staat. Dus zomaar hier een vers weglaten, daar een vers weglaten. Om misschien wat tekst wat vloeiender te laten lopen. Dat is geen probleem. Nou, we zullen straks. Kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. En wat zegt Deuteronomium 4, vers 2? Gij zult tot dit woord, dat ik u gebied, zegt de Heere God, niet toedoen en ook daarvan niet afdoen. Nou, dat is aan het begin van de Bijbel, hè, Deuteronomium. Dan hebben we het laatste boek, dat is Openbaring. De Openbaring van Jezus Christus. Het 22e hoofdstuk, vers 18 en 19 zegt: Want ik betuig aan ieder die de woorden de profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in het boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. En uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Dus, wie beslist of het uitmaakt of we zomaar iets weglaten uit een Bijbel of niet? God zegt: doe het niet. De woorden die ik je gegeven heb zijn heilige woorden. God zelf heeft ze ons gegeven. We zouden dat moeten koesteren. We moeten daarmee omgaan als de grootste schat die we hebben. En zomaar iets daaruit wegnemen. Is dat niet als stelen? Ja, wat meer is, worden er geen essentiële dingen weggelaten, waardoor de boodschap verwaterd of zelfs verdraaid wordt? Nou, tot 1800 werd er voor het vertalen van de Bijbel gebruik gemaakt van de bekende receptes. Dat betekent. De door alle ontvanger tekst. Nou, deze tekstus receptus bestaat uit zo'n 5000 Griekse manuscripten. Maar de twee Engelse Bijbelcritici... ...Brooks Vos Westcott en Fenton John Anthony Hort... ...kwamen in 1880 met de zogenaamde kritische tekst. En die werd samengesteld uit de Codex Vaticanus en de Codex Sinaiticus. Dus tot 1800... Hadden we de Bijbel vertaald vanuit de tekstesreceptes. En daarna, door de mannen Westcott en Hort, werd de Bijbel vertaald vanuit de kritische tekst. Nou wel, we moeten beseffen dat de Bijbels die vandaag de dag geschreven worden, of vertaald worden, 9 van de 10 keer vertaald worden vanuit de kritische tekst, die dus na Hort en Westcott is gekomen. Nou, dan zullen we met elkaar door wat uh, verse bladeren en dan willen we vragen stellen waardoor duidelijk wordt wat er zoal veranderd is. Nou, ik zet de tekst op het scherm zodat jullie mee kunnen lezen, mee kunnen luisteren. Vraag 1 die we onszelf kunnen stellen en die heeft betrekking op Matthäus 5 vers 22. Ben je altijd strafbaar als je op je broeder toornig bent? Nou, laten we eerst eens de Bijbel in gewone taal lezen. Dit zeg ik daarover. Ook wie kwaad wordt op een ander, moet gestraft worden. Ook wie een ander een dwaas noemt, moet voor de rechter komen. En wie een ander een gek noemt, komt in het eeuwige vuur. Dus de vraag is, ben je altijd strafbaar als je op je broeder toornig bent? Nou, wat zegt de Bijbel? Ook wie kwaad wordt op een ander moet gestraft worden. Dus met andere woorden, we mogen niet kwaad worden. Als we kwaad worden, dan moeten we gestraft worden. Nou, ook de MBG en de Nieuwe Bijbelvertaling zeggen iets in deze context. Maar wat zegt de Statenvertaling, die vertaald is vanuit de Textus Receptus? Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Dus Ten onrechte, dat maakt ons strafbaar. Toornig worden hoeft niet per definitie zondig te zijn. Ja, wij moeten niet de zon onder laten gaan over onze toornigheid. Wij moeten, indien het mogelijk is, vrede houden met alle mensen. Maar een toren mag daar zijn. Als het maar terecht is. Nou, dan gaan we naar de tweede vraag. Dan bladeren we verder naar Matthäus 5, 44. Vul de ontbrekende delen in. Maar ik zeg u, hebt u vijanden lief en bid voor die u vervolgen. Nou, blijkbaar ontbreekt er dus iets. Wat zegt de NBG? Maar ik zeg u, hebt u vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Maar wat zegt dan de Statenvertaling? Ik zeg u, hebt u vijanden lief, zegen ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen. Nou, je ziet dus dat er wederom hele essentiële dingen gemist worden. Het zegenen van hen die u vervloeken, en het goed doen bij degenen die u haten, maar ook bidden voor degenen die je geweld aan doen, ontbreekt in de andere Bijbelvertalingen. We gaan met elkaar naar de volgende vraag: Waartoe roept de Heer Jezus zondaars? We zoeken Matthäus 9, vers 13 op in de Bijbel in gewone taal. Hé. Hey, dat vers bestaat helemaal niet. Nou, wat zegt de nieuwe Bijbelvertaling? Overdenk eens goed wat dit zeggen wil. Barmhartigheid wil ik geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Hé, hey, waartoe roept de Heer Jezus zondaars? Daar hebben we hier geen antwoord op. Maar wat zegt de statenvertaling? Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Zonda's moeten zich bekeren, afkeren van de zonde en keren naar God. Ook Marcus 2, vers 17 zegt: zonda's tot bekering. Dit woordje tot bekering, heel essentieel, wordt in heel Marcus 2, vers 17 gemist in de andere Bijbelvertalingen: de NBG, de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Nou, dan gaan we naar Matthäus 17, vers 21. Dan pakken we de Bijbel in gewone taal en zullen we ontdekken dat daar niets staat over het uitwerpen van demonen. Want het 21ste vers bestaat niet. Maar wat zegt de statenvertaling? Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Ook de nieuwe Bijbelvertaling mist dit complete vers. Dus demonen worden uitgedreven door. Bidden en door vasten. Dan gaan we naar Matthäus 19, vers 9. Wat is het oordeel over hen die een verlaten vrouw trouwt? Nou, ik zie dat dit is een moeilijke tekst is. Een tekst waar je echt even goed over na moet denken. Maar ik zal hem eerst in de NBG voorlezen. Doch ik zeg u: wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoerderij en een ander trouwt, pleegt echtbreuk. Maar wat heeft de Statenvertaling wat in alle andere versen gemist wordt in alle andere Bijbelvertalingen, die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Nou, we gaan hier niet diep in op deze materie. Dat heb ik al eens gedaan. Misschien wat in de toekomst nog eens een keer doet. Maar de staat die de verlatene trouwt, betekent degene die weggezonden is, zonder dat er daadwerkelijk van scheiding. Sprake is. He, dus die zijn als het ware, die je zou kunnen zeggen, gescheiden van tafel en bed. Er is nog geen echte um, contractuele huwelijksbreuk. Maar die vrouw mag niet getrouwd worden. Want dan doe je overspel. Want ze komt nog een ander toe. Nou, Matthäus 19, vers 17. Wie is er goed? De nieuwe Bijbelvertaling zegt: Hij antwoordde: Waarom vraag je mij naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wil binnengaan, hou je dan aan zijn geboden. MBG zegt, wat vraagt gij mij naar het goede? Eén is de goede, maar indien gij het leven wil binnengaan, onderhoud de geboden. Maar wat zegt de Statenvertaling? Niemand is goed dan één, namelijk God. Zie je hoe belangrijk dat is? Je zou kunnen zeggen, ja, maar dat kun je toch lezen in die context van die andere versen. De Bijbel in gewone taal, overigens, heeft wel opgeschreven: alleen God is goed. Maar hè, één is de goede, of er is maar één die goed is. Ja, over wie hebben we het dan? Er is er maar één goed, dat is God. Matthäus 25, vers 13 zegt iets over een uur en over een dag waarover wij niets weten. Over welke dag gaat dat? En over welk uur? De MBG zegt. Waakt dan, want gij weet de dag, nog het uur. Ja, maar waar gaat het over dan? Luister, wat zegt de statenvertaling? Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, nog de uren. In de welke de zoon des mensen komen zal. Het gaat om de komst van de zoon des mensen: de zoon des mensen. Niemand minder dan Jezus Christus, de zoon van God, die gekomen is naar deze aarde om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is een tekstvers wat ook ontbrak in verschillende Bijbels. Nou, hier komen we bij een bijzonder vers. Dan stel ik jullie eerste vraag. Wat moest er vervuld worden? In Matthäus 27 vers 35. Lezen we in de Bijbel in gewone taal. Toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis. En daarna verdeelden zij zijn klederen door erom te loten. Hier staat niets over iets wat vervuld moest worden. Maar wat zegt de Statenvertaling nadat er gesproken wordt dat Jezus gekruisigd is? Er staat op dat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door de profeet, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. Psalm 22 vers 19 was al reeds geprofeteerd en moest hier in vervulling gaan. Jezus moest aan het kruis hangen en zijn klederen moesten... Verdeeld worden en het lot daarover geworpen. opdat het vervuld zou worden. Zie je hoe belangrijk dat is? Dat we daar niet zomaar even overheen kunnen gaan. terwijl de andere Bijbels het gewoon weglaten? Nou komen we bij een volgende vraag. Interessant. Marcus Evers 2. Van wie is de profetie die aangehaald wordt in dit vers? Nou, als we de Bijbel in gewone taal lezen. dan staat er in het boekje Zaia. staan deze woorden van God. Ik stuur mijn boodschapper vooruit. Hij moet de weg vrijmaken. Ook de nieuwe Bijbelvertaling en de NBG spreken over de profeet Jezaja. Maar wat zegt de Statenvertaling? Gelijk geschreven is in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg voor u heen bereiden zal. Nou, als we dan gaan kijken in de profeten, dan lezen we inderdaad in Jezaja een heenwijzing naar dit, hoewel het niet de herhaling van deze woorden is. Maar Malayachi daarentegen. In het derde hoofdstuk, het eerste vers. Citeert letterlijk deze woorden. Nou, hij citeert niet deze woorden. Deze woorden zijn geciteerd uit Malayachi. Dus niet Jezaja, maar Malayachi. En daarom zegt de statenvertaling ook: profeten. Meerdere profeten. We worden hier dus op het verkeerde been gezet. We kunnen dus niet zomaar willekeurig. Met bijbelversen omgaan of zomaar iets invullen, iets toevoegen. En dat gebeurt. Er worden dingen toegevoegd. Denk aan Marcus 7. Het is iets moois om voor jezelf misschien eens naartoe te wandelen. Er staat zomaar in de NBG, in, in de nieuwe bijbelvertaling, er staat zomaar ineens. En hiermee sprak Jezus alle spijzen. Rein staat niet in de grondtekst, wordt er door mensen ingezegd. Dus mensen hebben een bepaalde visie op bepaalde zaken en leggen dat er gewoon in. Maar dat mag niet, want het is het heilige woord van God. Marcus 6, vers 11. Wat wordt er gezegd over de verwoeste steden? Als we NBG lezen. En indien een plaats u niet ontvangt en ze niet naar u luisteren, ga daarvan uit en schud het stof af dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis. Maar de statenvertaling heeft hier een hele belangrijke vermelding. Die dus in de grondtaal staat, daar staat namelijk: Voorwaar zeg ik u, zegt God, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan diezelfde stad. Ja, Sodom en Gomorra zijn ten voorbeeld gesteld, zoals ook Judas, vers 7 ons dat zegt. Dus als die stad, als die plaats, ons niet ontvangt om dat evangeliewoord te brengen, de oproep tot bekering, de oproep tot geloof in de Heer Jezus Christus. Als ze willen ons als het ware niet ontvangen, dan schudden we het stof van onze voeten en gaan we weg. Maar het zal de steden van Sodom en van Morra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. Dit zijn ernstige woorden die we niet zomaar weg kunnen laten. We gaan naar onze elfde vraag: Marcus 10, vers 24. Voor wie is het moeilijk om in het koninkrijk van God binnen te gaan? Nou, de Bijbel in gewone taal zegt. De leerlingen schrokken van die woorden. Maar Jezus herhaalde het nog een keer. Vrienden, zei hij: Het is erg moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. Nou, ook de nieuwe Bijbelvertaling en de NBG spreken over dat het moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar wat zegt de Statenvertaling? Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Dus voor wie is het moeilijk om het koninkrijk Gods te in te gaan? Voor degene die op hun goed hun betrouwen zetten. Die dus vertrouwen op hun spullen. Die op hun geld vertrouwen, op hun inkomsten. Ja, die hun hart daarop zetten. Het is onmogelijk voor hen om het Koninkrijk in te gaan. Nou, niet onmogelijk, maar heel zwaar. Want wat voor de mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Halleluja. Lukas 9 vers 56. Waarvoor is de Heer Jezus niet? En waarvoor is hij wel gekomen? Nou, we zullen eerst de statenvertaling pakken. Want de zoon is mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om ze te behouden. Deze essentiële woorden over de zoon is mensen worden in de NBG, de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal, niet genoemd. Degene die opmerkzaam is, merkt dat het iedere keer als het gaat om de zoon is mensen of om de Heer Jezus Christus, of waarvoor Hij gekomen is, of wat Hij moest vervullen, die dingen weggelaten worden. Dit is nogal niet wat. Wat, zegt Johannes 6, vers 47, in wie moeten wij geloven om eeuwig leven te krijgen? De NBG zegt, voor waar, voor waar, zeg ik u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Wie gelooft? Hoezo? Nee. In wie wij geloven, dat maakt het verschil. Ik weet dat er vandaag de dag wordt gezegd, maakt niet zoveel uit in wie je gelooft, als je maar gelooft. En ja, ik zie het ontstaan dat veel mensen ook zeggen, ach, uiteindelijk zal iedereen er wel komen. Wie zijn wij om op de stoel van God te gaan zitten? God is genadig en barmhartig en vol van liefde. Lieve mensen, dat komt omdat we de Bijbel zijn gaan veranderen. Zo is ons denken veranderd en zo zijn wij God gaan zien. Zoals hij niet gezien wil worden en mag worden. Wat zegt de statenvertaling? Die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. We kunnen dit niet zomaar weglaten. Wat zegt Johannes 9, vers 4? Wie moeten de werken doen van degene die in mij, dat is de Heer Jezus, die mij, de Heer Jezus, gezonden heeft? Nou, wat zegt de NBG? Wij moeten werken, de werken. Degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt de nacht waarin niemand werken kan. Wat zegt de Bijbel in gewone taal? God heeft mij gestuurd. Ik werk namens Hem. Hoor je dat? Ik werk namens Hem. Hier wordt het duidelijk gezegd. Ik ben het licht voor de wereld. En dan stopt het vers daar. Maar wat zegt de Statenvertaling? Ik moet werken, de werker desgene die mij gezonden heeft. Dus niet wij, zoals de NBG het zegt. Of zoals de nieuwe vertaling dat zegt. Maar ik, zegt Jezus. En dan zegt hij, die mij gezond heeft, zolang het dag is. De nacht komt, wanneer niemand werken kan. En dat wordt gemist in de Bijbel in gewone taal. We zien dus dat er zomaar willekeurig van alles veranderd wordt in de Bijbel. Handeling 8, vers 37, dat is ook wat we. Waar we zojuist mee begonnen, dat is de tekst van de Moorman. Nou, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij zegt: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Deze complete versen worden, ver, ver, worden gemist in de nieuwe Bijbelvertaling en in de Bijbel in gewone taal. Nou komen we bij een essentieel iets. Wederom iets over de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon des mensen. Luister. Voor wiens rechterstoel. Zullen alle gesteld worden? De NBG zegt dat wij voor Gods rechterstoel moeten komen. De Bijbel in gewone taal zegt voor Gods troon. Maar wat zegt de Statenvertaling? Want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Het gaat hier om Christus, de Gezalfde. Hij, de Zoon van God die gekomen is naar deze aarde om te zoeken en zalig te maken wat verloren is... Hij die geroepen hebt, kom tot mij die vermoeid en belast is. En ik zal je rust geven. Ja, ik zal je eeuwig leven geven. Hij is gekomen als de zaligmaker. Hij is gestorven. Kruisig. Opgestaan nadat hij begraven was. En als de, als de grote triomfator is hij naar de hemel opgevaren. Van waar hij zal komen. Niet als de verlosser, maar als de rechter. Ja, voor zijn rechterstoel zullen we gesteld worden. Nou vraag 17 gaat over 1 Korinther 5 vers 17. Voor wie is ons paasga Christus geslacht? Zoals we het ook in 1 Petrus 4 vers 1 lezen. Nou wat zegt hier de Statenvertaling? Want ook ons paasga is voor ons geslacht. Heerlijk. Ja, het is voor ons geslacht. En dit wordt gemist in de andere vertaling. Dan komen we bij 18, Gelaten 3, vers 1. Waaraan zijn de gelaten door betovering niet meer gehoorzaam? Nou, deze vraag kunnen we alleen maar beantwoorden als we de Statenvertaling openen. Daar staat Ogen uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? De andere vertalingen spreken wel over de context, zeg maar, maar spreken niet over dat de waarheid niet gehoorzaamd wordt. En dat is juist zo van essentieel belang. Colossense 1, vers 14. De vraag die we daarbij kunnen stellen is, waardoor hebben de gelovigen de verlossing? Nou, de NBG zegt, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving, de zonde. Maar wat wordt hier nou gemist? De Statenvertaling zegt, in de welke wij de verlossing hebben, door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonden. Hoe essentieel is dat bloed? Want, zegt de Hebreeën: zonder bloedstorting is er geen vergeving. Ja, dat bloed moest vloeien vanaf de zonde van Adam tot op Christus, die gekruisigd werd en zijn bloed gaf voor onze zonde. We wandelen met elkaar naar 1 Thessalonicense 1 vers 1, vraag 20. Van wie komen de genade en de vrede? Dat kunnen we alleen opmaken als we de Statenvertaling lezen. Daar zegt Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente de Thessalonicense, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dit wordt gemist in de andere vertalingen, zoals jullie kunnen zien. Nou, dan gaan we naar vraag 21, 1 Timotheüs 3, vers 16. Wie is nu precies in het vlees geopenbaard? We kunnen dat niet vinden in de andere vertalingen. Maar alleen in de Statenvertaling. Let op, weer iets essentieels als het gaat om de Zoon van God. En buiten alle twijfel, de verborgenheid en godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Ja, Jezus. De zoon des mensen was mens zoals wij, maar tegelijkertijd God, ja God, gekomen vanuit de hemel om ons te dienen, ja om ons te verlossen, om ons die vrijheid te brengen, om met en voor Hem te wandelen, zoals Hij wil dat we wandelen zullen, niet op een eigenmachtige manier, maar zoals Hij het voorschrijft in Zijn heilig Woord, wat we niet zomaar naar onze hand kunnen zetten, maar wat een heilig Woord is. Wat, zegt 2 Peters 3 vers 10, wat gebeurt er met de aarde en de werken daarin? De Statenvertaling zegt, Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandende zullen en vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. We missen dit in de NBG en in de nieuwe Bijbelvertaling. De Bijbel in gewone taal zegt, dan verdwijnt ook de aarde met alles wat de mensen gemaakt hebben. Maar hier staat dat de aarde en de werken zullen verbranden. Dus we zien opnieuw dat deze essentiële woorden verwijderd zijn of veranderd zijn. Dan komen we bij 1 Johannes 4, vers 19. Dat is een vers wat ik heel vaak heb aangehaald en ben altijd geciteerd vanuit de Statenvertaling. Zoek hem op in je MBG. Wat staat daar? Wij hebben lief omdat wij, Hij ons eerst heeft lief gehad. Of de Bijbel in gewone taal zegt, wij leven in liefde omdat God ons eerst heeft lief gehad. Maar wat zegt de Statenvertaling? Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst lief gehad heeft. Het gaat om Hem. Hij had ons eerst lief, maar nu gaat al onze liefde uit naar Hem. En ja, doordat die liefde vanuit Hem door ons vloeit, hebben wij elkaar lief. En mogen we elkaar leren zien en behandelen zoals God wil dat wij elkaar zien en behandelen? De laatste twee vragen. 1 Johannes 5, vers 7. Welke drie zijn er die getuigen in de hemel en wat zijn zij samen? De nieuwe Bijbelvertaling zegt: Er zijn dus drie getuigen. De Bijbel in gewone taal zegt: Er zijn dus drie getuigen van de waarheid over Jezus. Maar wat zegt de vertaling? Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Ja, ik weet dat daar veel over gediscussieerd wordt. Ik weet dat het heel erg moeilijk voor ons is om te begrijpen hoe het nou precies zit. God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, die dingen uitwerkt in ons leven. Ja, die in ons woont op het moment dat we geloven in de Heer Jezus Christus en verzoend worden met de Vader. Maar laten wij staan wat er staat. We gaan naar het laatste vers, Openbaring 1, vers 11. Wat zegt de Heer Jezus van zichzelf? De Bijbel in gewone taal zegt. De stem zei: Schrijf in een boek alles op wat je ziet. en stuur dat boek naar de zeven kerken in Azië: Efezus, Myrna, Pergamum, Tiatire, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ik lees hier niks over wat Jezus over zichzelf zegt. Ook niet in de Nieuwe Bijbelvertaling, ook niet in de MBG... maar wel in de Statenvertaling, zeggende... Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Ik ben de Alpha en de Omega. Dit kunnen we niet zomaar weglaten uit een vers. We kunnen zeggen, ja, maar als we die hele Bijbel lezen van tot Openbaring... Dan komen we er toch wel uit dat dat toch. Nee, we kunnen niet zomaar eigenhandig dingen uit de Bijbel weglaten. En zeker niet zulke essentiële dingen. Maar je ziet ook als we deze vragen zo met elkaar behandelen. dat het steeds ook op het zoonschap van God. Het zoonschap van de Heer Jezus Christus. dat daar dingen aan veranderd zijn. Nou, dan wil ik met jullie wat wist je datjes delen. Die gaan over West en Hort. Die dus. Dingen in de Bijbel hebben veranderd. Wist je dat sinds Westcott en Hort de Griekse grondtekst op plusminus 8000 plaatsen veranderd werd? En dat in de Evangelie de woorden van Jezus tenminste 140 keer veranderd werden? De woorden van de Heer Jezus werden 140 keer veranderd. En 8000 plaatsen werd dus gekrast, gewist. Bijgeschreven? Ongelooflijk. Wist je dat Westcott en of Hort geloofden dat de Bijbel niet onfeilbaar is? Wist je dat zij geloofden dat Genesis 1, 2 en 3 niet letterlijk gebeurd zijn? Wist je dat zij geloofden dat het paradijs en de zonneval niet hebben bestaan? Maar ook dat het een dwaling is om te geloven dat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven en onze straf heeft gedragen. Hoor je dat? Zij geloofden dus niet dat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven. Werd het al niet een beetje duidelijk toen we zo door die Bijbel heen lazen? Wat ze ook zeggen is dat Satan, een volkomen slecht wezen, niet kan bestaan. Oei. Wonderen en wonderverhalen zijn onwaarschijnlijk door het gebrek aan bewijzen. Jong, wat zijn dit echt kritische mensen? Mensen die leefden bij de ratio. Je ziet het. Wat zij bijvoorbeeld zeggen is, de Bijbel ondersteunt zelf de leer van het vage vuur. En Darwin's evolutietheorie is zeer de moeite waard om te overdenken. Nou, wist je dat Westcott en Hort beweerden dat woorden of teksten van de Bijbel best veranderd mogen worden of verwijderd als tekstkritici dat verantwoord vinden? Nou, ik hoop dat deze woorden, deze vragen die we met elkaar hebben doorgenomen, jullie te denken geeft. De Heer zegenen jullie en Hij behoede jullie. Hij vervullen jullie met blijdschap. Ja, de vrede van God. En van de Heer Jezus Christus zij met jullie. Shalom.